Jongens, jullie alsjeblieft een beetje normaal doen bij mijn huis. Gewoon een beetje respect, weet je wel. Een wereldburger. Ja, als je dat in de buurt hebt, daar moet je gewoon heen gaan. Ja. Oh. Jij hebt hem nog ook. Een burger met geitenkaas. Iedereen, welkom bij deze gloednieuwe vlog. Zomersteen. Nou, die wil je niet op je teen hebben. Misschien zometeen. Zometeen. Zo, ik heb al een hele ochtend erop zitten. Maar dat allemaal buiten de vlog. En nu gaat de dag echt beginnen. Roy die komt hierheen. En Maxime en Sophie komen hierheen. Die we laatst ontmoet hebben op een tripje in Frankrijk. Het was zo gezellig. Roy die had gelijk een groep aangemaakt. Nou, daar waren we natuurlijk allemaal voorstander van. En we gaan een reunie doen. Kan je het een reunie noemen? Ik bedoel, we hebben elkaar één keer één weekendje gezien. Oh nee, mijn kont is nat. Ze zijn nog mat. Van de regen. Nou, gelukkig hebben we wel mooi weer. Maar ja, in ieder geval, Maxime en Sophie komen hierheen. Superleuk. Het klikte gewoon heel goed. Dus we wilden gewoon even gezellig chillen. We gingen even wat doen. We zouden eigenlijk bij Roy gaan. Maar we zijn uiteindelijk hier gegaan. Ook allemaal goed. Gaan we even met z'n vieren gewoon gezellig hebben. Gewoon, waarschijnlijk wordt het gewoon lachen, gieren, brullen. Mijn ochtend was ook helemaal top. Even wat dingetjes gedaan en vooral alleen maar leuks. Nu kunnen ze het elk moment zijn. Dus ik hou het in de gaten. Want dan moet ik het hek zo even open doen natuurlijk. Waar is mijn telly? Die moet ik in de gaten houden. En anders niks. Ik hoorde hem van ver, dus ik heb het hek al open geklikt. Het is je boy Roy, the first to arrive. Make a beautiful shot. Yes, yes, come please here. I'm car spotter today. It's beautiful. Heerlijk die V10, hè. Schitterend. What's up, bro? Ik moet altijd denken, als ik die R8 zie, dat wij achter elkaar aanscheuren in Duitsland, man. Ja, dat was mooi, hè? Dat is nog steeds zo lijp. Core memory, gast. Maar kijk hoe warm ik die banden heb gereden. Hoe warm zijn ze? 45. Lekker rietje, hoor. Ja, hier, zo. Ja. 45 graaien. Ja, wat lekker. Lekker, man. Misschien kan je het voelen. Zo, ze zijn zelfs helemaal plakkerig. Ja? Heb je hard bochten gepakt? Ja. Ja, lekker aan het genieten. Ja. Jongens, jullie alsjeblieft een beetje normaal doen bij mijn huis. Gewoon een beetje respect, weet je wel. Dus sinds wanneer heb je dit? Oh, Dennis dat erin gepakt. Ja, ja. Oh, best wel dik. Royalistic X Duke. Goed, hè. Om dat broederschap te vereeuwigen, ja. Zo, maat, ik heb allemaal leuke dingen meegenomen. Dat zie ik, een protein bar in je ding. Onder andere. Het volgende focus is die natuurlijk. Nee, ik heb 30 seconds mee, want ik wist niet of jij dat had. What's up, bro? En ik heb Hitster mee. Hitster is leuk, man. Ja, dat is goud, ik denk, deze keer ga ik het niet vergeten. Hier zit dat vast in, maar gaan we dit nou een sample houden of niet? Want ik vind het zo dik. Nee, dit gaan we geen sample houden. Dit gaan we uitbrengen. Ja. Alleen we hebben het nu gewoon zo. Ik wil ook zo graag hebben. Ja, man. Dat klopt, man. Hij is vet, hè? Ja, ach, mij ligt ook met een plus. Ja, man. Maar de webshop is eigenlijk natuurlijk voor Focus gewoon een bijzaak, een bijdingetje. Ja, het heeft geen prio, dat weet ik. Maar we moeten er wel echt even tempo achter zetten eigenlijk. Alleen kost weer zoveel tijd, inderdaad. Gast, ik heb trouwens een boekje gekocht. Wacht even, het licht aan. Dit ga jij goud vinden. Lees voor wat erop staat. Moeilijke woorden, makkelijk gezegd. Moeilijke woorden, makkelijk gezegd. Dus als je het opent, is de alfabetische volgorde zijn het moeilijke Nederlandse woorden. Plus Engelse woorden die inmiddels vertakt zijn in het Nederlands. En waarbij je dus heel duidelijk gewoon het synoniem erachter hebt staan van het woord. Oh, zo kan je taal heel makkelijk verbeteren. Maar ik weet zeker dat je het ook grappig vindt. Ja, dat is wel mooi, hè? Maar er staan hilarische woorden in, ouwe. Kijk even of je wat grappigs kan vinden. Wat is een intendant, denk jij? Weet ik veel. Een intendant. Een persoon belast met het zakelijk beheer van een instelling. Jumig. Kattenbelletje. Kattenbelletje? Een beetje een lul anders, weet je wel? Een beetje een sukkel of niet? Nee. Een klein briefje met gekrabbelde boodschap. Gekrabbelde boodschap? Ja, man. Schrijf een krabbel, moet me denken aan een huis. Wat is een kazenmat? Een kazenmat? Ik zou het niet weten. Een bunker. Een bunker? Nee, echt? Ja. Hey, ja, ik vind dit boekje heel leuk. Ja, goed, hè? Ja, ja. Ja, ik heb me ook al een beetje gewoon random pagina's open zitten doen. Wat is een cosmopoliet? Een wereldburger. Ja, een cosmopolitan. Cosmopoliet, ouwe. Wat is het zionisme? Zionisme, dat is een streng gelovige, toch? Dat heeft er iets mee te maken met geloven. Iemand die heel streng leeft. Het is de streven van de Joden naar het behoud van een eigen staat in Palestina. Dat is het sionisme. Oh, gevoelig onderwerp. Ja, is dat gevoelig?
Ja, ben je niet bekend met Israël op alles? Ben je niet bekend hoe dat zit? Dat is een heel gevoelig onderwerp. Oh, heel beetje treurig wordt er altijd van. Oh. Maar dat zal ik je nog even uitleggen. Jij weet heel veel van dat stukje geschiedenis ook, hè? Van, nee, dat is ook nog een heel... ja, maar het is een heel erg lopend stukje geschiedenis. Ja, ja, heftig is dat dan altijd. Maar mooi boekje voor de rest. Ja, ik vind het echt... Nosofobie. Ja, dat is bang zijn om ziek te worden, toch? Ja! Ik heb een grote neus te hebben. Ja, daar heb ik ook last van. Ja. We hebben bezoek, Roy. Doe even het loopje. Je moet ze wel begroeten met het loopje. Niet? Nee. Nou, wat dan? Hey, dames! Wat? Niet? Wat dan? Ja, waarom doe je dat niet? Dan doe je dat dan? Hey! Speciaal voor jou, Don. Hey! Hallo! Lang gezien, ja! Hoe is het? Hey, ja, alles goed? Met jou? Leuk dat jullie er zijn! Leuk dat jullie er zijn, ja! Nou, gezellig ook! Hey, dames! Hallo! Gezellig! Wilt iemand een... Bijwonen, hè? Bij de... Shit. Dat ik wat dichtbij wonen? Bij de winkels! Ja, je woont wel echt heel dichtbij! Ja, letterlijk! Ja, het is centrum gewoon! Ja! Ja. Wat een dikke auto, zeg! Holy shit! Leid ding, hè? Ja, die heb Roy laatst aangeschaft. Ik zit nog een beetje watermeloen hier op de voorkant. Wat hebben jullie hiermee gedaan? Wat hebben jullie hiermee gedaan? Nou, ik niet zoveel. Wat heb jij er allemaal mee gedaan, Don? Dat wil je niet weten. Is het gewoon zo'n auto waarmee je gaat kutten, zeker? Ja, onder andere, ja. Als je nu een drempel pakt, die schokdemping is zo kapot dat je hoort hem helemaal kraken. Je blijft maar stuiteren. Oh, maat. Wij willen ook nog een keertje zo'n auto aanschaffen die wel helemaal kapot gaat rijden. Hè? Heb je dat gezien? Mijn velg zit los, ja dat klopt. Ik hoop ooit een keer dat ik op de snelweg rijd dat hij me inhaalt, weet je wel? Dat je hem ineens voorbij ziet komen. Nee, maar je hebt hier in de buurt heb je zo'n autozaak. Ja. En dan kan je gewoon voor een paar honderd euro tot max 1000 of zo, kan je allemaal dit soort auto's halen. Ja, het stopt. En je krijgt gewoon een APK. Dat is een sloop, toch? Ja, als je dat in de buurt hebt, daar moet je gewoon heen gaan. Ja. Of je moet er gewoon laten, je moet vragen aan zo'n guy of die je gewoon kan bellen, weet je wel. Als hij je echt een rachtbak hebt staan. Gewoon hier voor 100 stop. Euro. Ja, ben je voor 500 euro ben je klaar. WA'tje erop, betaal je 10 euro per maand. Stop. Helemaal oh, dat gek. Is echt geweldig. Nou, trouwens, voor 10 euro krijg je dat niet meer voor elkaar, denk ik tegenwoordig. Maar een paar tientjes. Dan is zo'n snowpak wel echt fucking duur om te verzekeren ook en zo. Maar dat doe je toch niet? Dit? Ja, nee, dat hoef je toch niet te verzekeren. Ja, dat zou ik wel doen. Als iemand voor zijn sokken rijdt en die moet een nieuwe heup dan. Ja, standaard WA moet je altijd hebben. Je bent verplicht om te verzekeren. Daar betaal je best wel veel voor zo'n... WA? Alleen WA. Volgens mij betaal ik hier 25 euro voor per maand of zo. Oh, wat? Nou, dat is geen geld natuurlijk. Dat is echt niks. Nee, dat is echt niks. Echt een top ding. Wordt mijn eerste half, denk ik, van dit. Nou, wil je hem overkopen? Ja. Ja? Ik zeg serieus. Wat bied je? Wat bied je dan? Wat is je pot? Ja, ik vind het wel heel gaaf. Ik moet even goed naar kijken. Ga hem even inspecteren. Maar hele mooie bekleding. Is de kleur oké? Ik bedoel, de lak ziet er nog redelijk oké uit. Kijk, het is nog geen roest, weet je. Dus... Is het oh, dit is geen roest? Nee. Oh, ik dacht, dit is gewoon helemaal roest. Dus roestvrij staal, behalve als je hem buiten parkeert. Het is wel een klein probleempje met de schokdemping. Dat kan je horen. En vooral ook zien. Hoor je dat? Hij blijft maar stuiteren, dus dat is wel... Ik weet niet waar jij voor gebruikt dat hij zo stuitert, maar ja, weet je wel. Dan hoor je dit op een parkeerterrein. Dat is ja. Let op, ken een trucje. Hij komt er nu niet uit, maar normaal schiet dat lampje eruit. Ik ben echt blij, ik rijd er elke dag in. Je pakt deze gast naar de weg. Hij was kijk wat gebeurt als dit is. Ja, normaal gaat dat lampje eruit. Misschien kan je hem vangen en terug erin klikken, maar dat is nu niet. Dat is mooi voor kunststof, dat buigt helemaal mee, hè? Hey, dit ding is geweldig. Dit ding is wel gewoon top. Ik had niet verwacht dat hij al zo lang meeging. Ik rijd er al bijna een jaar in. Wat heb je er allemaal mee gedaan? Heb je al naast watermeloenen erop gooien? Ik heb een megaballon om de uitlaat gedaan en hem laten ploffen. Ik heb... Toen klapte bijna je ramen eruit. Oh ja, dat van mijn ma. Nou, dames, gaan we naar binnen. Is die dus niet verkocht, heb ik zojuist vernomen? Ja. Of ga je er nog even over nadenken? En de ventieldopjes vind jij natuurlijk geweldig. Oh ja! Kogelhulzen, echte kogelhulzen, om de ventiel heen. Ik heb laatst een ventiel op mijn fiets afgetrokken. Ik had een nieuwe fiets toen. Wil je het meenemen? Oh. Smerig hier ook van die ventiel. Jezus. Nee, ik ben eigenlijk echt gek op die Opel. Ik rijd er serieus gewoon elke dag in. Dat ding is gewoon Deutsches Fabrikat, onbreekbaar. Wat mis ik? Ze hebben twee dingen voor ons, zeggen ze. Twee dingen? Ja. Gaan we er lekker voor zitten in de tuin of gaan we dat hier allemaal op de oprit doen? We kunnen ook gewoon de hele dag op de oprit blijven. We zullen even pakken, want 24 uur overleven op de oprit. Ja. Ik ben dus heel slecht in bakken.
In bakken? Ik heb heel slecht in bakken. Oh. Ik heb wel echt van die kinderverjaardag. Het is ook aangebrand. Roy is aan het vasten vandaag. Ja. Oh. Maakt niet uit. We hebben niks meer. Gewoon vandaag cheat day, dan ga je morgen weer verder. Ja, maar dat is dus eigenlijk wel heel slecht. Ik vond het echt niet kunnen hoor. Die dames zei tegen mij, ik vond het niet zo leuk dat je naar mijn cup keek. We zijn er weer. Roy, hoe loop je normaal gezien naar de tuin? Hoe ik normaal gewoon loop? Zo zou ik normaal lopen. Nee, je normale loopje. Ja, zo ja. Oh ja, ja. Zo ben ik naar de tuin. Nou, welkom. Doe alsof je thuis bent. Ja, dat ga ik doen. Die ga ik zeker doen. Oh, oké. Okay. Ja, ga zitten aan je ontbijt. Ja, nee, ik zit aan mijn... avondeten. Ja, mijn tussendoortje. Dat is gewoon voor mijn... ik anders val ik af. Tussendoortje? Ja. Ik eet heel veel. Maar wat leuk dat jullie cupcakes hebben meegebracht. Ja, ik vind het fucking leuk. Ik vind het echt leuk. Wat goud. Ja, helemaal top. Ja, ja, attento. Ik voor een YouTube video maken, maar hadden we geen tijd meer voor. Dus toen zei ik, dan staat het daar een maand te rotten, weet je wel. Dan maken we het ook even voor Don en Roy. Ja. Lekker. Ja. Maar is het echt zo kant en is het echt van die kant en klaar wat je gewoon makkelijk maakt? Dat was het idee wat jullie wilden filmen voor de video. Voor je eigen video, ja, toch? Wilde je cupcakes maken? Een jongen gingen we dan bakken. Dan ging één iemand van ons was dan blind en de ander kon niet praten. Dan moet je proberen te bakken met elkaar, maar dan kan je dus niet communiceren. Nee, ja, daar komt die uitspraak vandaan, denk ik. Hoe bedoel je? Dat je er niks van bakt. Ik ga niet terug. Eet smakelijk. Eet smakelijk. Je mag ook gewoon zeggen, hou je bek hoor. Dat maakt me allemaal niet zoveel uit. Dan weet ik waar ik aan toe ben. Heb je dat nog niet door dan? Dan ben je echt zo dom, of... Ja, het zit in mijn naam, maar dan met één stukje eraf, weet je. Het scheelt me één letter. Ik heb wat cake gegeten, Bas. Hij is wel lekker, dames, dankjewel. Ja, ja, heel goed. Maxime moet je bedanken. Maxime, dankjewel. Alsjeblieft, ik heb even nog snel gebakken voordat ik hierheen ging. Zie je ook. Ja, aangebrand. Zo reageert Roy ook wel eens. Zoals nu. Ja. Roy, wil je wat aan de haak slaan vandaag? Nee, hij moet ondergaan. Of niet? Ze zijn al bezig met binnenhalen. Ja. Sorry, ik ben van het hengelen. Ja, we moeten vanavond toch eten. Hè? Ja, het duurt wel een beetje lang, maar ik hoop dat we vanavond een lekker visje hebben. Dan kunnen we even sushi maken. Wat voor soort vis willen jullie vangen dan? Een zalpie. Maar ik hoor dat die nog best wel zeldzaam waren. Maar de supermarkten zijn zo duur geworden. Ze zijn nog net zo gek als in Frankrijk. Hey, dit gaat niet werken. Ze probeert naar die lelie te vangen. Oh. Ja, heel. Oh, zat een heel groot beest bij je oor. Ja, de vinkerop zit nog steeds. Nee, hij is weg. Dat lijkt helemaal moeder dan toen, hè. Ze is heel snel in de karakteristieke eigenschappen. Daar ga je stuk om, hè. Ja. Ja. En vang even die lelie. Die, welke was je aan het... Ja, ik koop wel een nieuwe voor Okka. Wat ga je nou vangen? Ja, ik probeer nu even iets... De vervuiling uit het... Oh, ja, jij hebt hem nog ook. Jongens, we hebben in ieder geval iets te eten. Zeg, vissla. Ja, nou. Ja, voor jou. Hier, Roy, lekker. Nee, vissla. Vissla. En weg. We gaan even boodschappen doen. Gaan jullie boodschappen doen? Ja. Nou, helemaal geweldig. Wat gaan wij doen? Ik ga even naar het toilet. Oh. Moet je hem vasthouden? Dat moet ik ook. Waar is het toilet? Wat je wil. Binnen. Oh. Ja. Okay. Ja, we hebben er ook een buiten hier rechts. Oh, top. Wc-papier hangt aan de boom. Het is wel echt een lekkere stoel, man. Het heeft best wel grote bladeren. Echt goede stoelen. Dat is een goede stoel, hè? Ja, man. Echt fantastisch, ouwe. Dit is niet normaal. Ik ben heel erg benieuwd, maar denk het wel. Dus jullie hier de tijd voor nemen. Burger met geitenkaas. Een burger met geitenkaas. Ja, ik denk dat heel veel burgers dat kopen, toch? Nee, niet zoveel eigenlijk. Ik zit na te denken, maar ik heb ook nooit... Of is het een grap van jou, Freddy, dat nu aan het gooien bent? Ja. Ik miste hem ook. Oh, hij vloog even zo van eroverheen. Ja, ik ben echt soort van helemaal vaag op het moment. Oh, wat dan? Moet je eten? Ja. Nee. Wordt het de tijd van de maand? What's happening? Ja, die tweede dus. Komt nee, goed. Nee, ik heb gewoon echt... nee, ik hoorde gewoon niet. Wat zeg je? Ik hoorde gewoon niet. Wat zeg je? Ik hoor... Maar willen jullie een rauw van binnen? Nee, dankjewel. Even een hamburger. Je houdt van rauw vlees. Ja, maar niet bij per se een hamburger. Dan bedoel ik eerder een biefstukje of zo, weet je wel. Maar hier is een lekker beetje rauw van. Ja, dat is lekker.
Ja, dat vinden jullie heel lekker, hè, dat rauwen. Weet je wat, dat is lekker. De bakken, die moet er ook nog in. Maar waar komt dit geweldige recept vandaan? Want jullie doen ook granaatbitjes, toch? Van granaatappel en zo? Onszelf eigenlijk. Dit is echt ons eigen recept. Dit wel, maar... Nee, maar dit ook, die avocado. Dit is niet wat erbij gaat. Ja, oké, dat is waar. Dat is waar. Maar het was gewoon een beetje testen en dit kwam eruit. Experimenteren, ja. En dan, ja. Ja, lekker. Kom uiteindelijk op dit. Ik ben heel benieuwd. Ik vind het heel lekker. We gaan het zien. Ja, ik vind geitenkaas wel heel lekker, hoor. Dan ga je dit sowieso lekker vinden. Als je avocado lust, dan dit. Ja, ik ben ook gek op avocado. De textuur zit niet heel veel smaak aan per se, maar de textuur is heel lekker. Ja, schoon. Ja. Schoon lekker, hè? Gewoon lekker. Gewoon lekker, een lekkere salade. Op verzoek van Roy Lester. Hey Roy. Roy vermaakt zich ook hier. Hoe is het? Ik maak mijn best. Ja. Heeft de holbewoner honger? Bye. Dit is toch gewoon helemaal fantastisch. Ik ben heel benieuwd wat jullie ervan vinden. Ja, Roy, neem jij de eerste hap. Want jij bent, ik vind geitenkaas lekker. Jij hebt het nog nooit op. Nog nooit. Hoe kan dat nou? Geitenkaas, hom. Nee, hoe kan dat? Ik wil wel drinken. Nee hoor, dankjewel. Jullie hebben al genoeg gedaan, joh. Wel. Ik ben zo benieuwd, alsjeblieft, Roy. Zeg dat je het lekker vindt, want het is echt zo lekker geitenkaas. Het is een hele specifieke smaak. Beetje brie-achtig, maar dan net even heftig. Lekker? Ja. Ja. Dit is wel heel leuk gedaan zo. Heb je iets goed gedaan? Ja. Nice. Geen grap, echt lekker. Ik ben blij dat jullie lekker vinden. Super. Eet zo goed uit. Eet smakelijk. Heel erg bedankt. Dames, ik heb dit boekje besteld. Wil je er ook eentje? Sorry. Oh. Wordt ze gewoon... sluiten haar gewoon buiten. Ik had ook nog gezegd. Je had ook buiten kunnen zitten. Zal ik laten zien hoe erg het is om echt buiten gesloten te worden? Dat is niet leuk. We zijn binnen open, maar buiten gesloten. Ja, zijn ze ik heb dit boekje besteld en er staan hele rare woorden in. En dan kunnen jullie dan een gek woord voorlezen dat een grappige betekenis heeft, moeten wij het raden. Ja. Kijk, moeilijke woorden makkelijk gezegd. Wij gingen net al helemaal stuk met z'n tweeën. Dus ik ben benieuwd of jullie grappige omschrijving kunnen vinden. Moeten jullie de... Je moet raden wat hier staat. Nee. Een woord noemen en dan moeten wij zeggen wat het woord betekent. Ja, dus kies een gek woord uit als met een grappige betekenis. Dat moet moeilijk zijn. Heterogeen. Heterogeen? Ja, nu ga ik natuurlijk een grap maken die een bepaalde groep mensen niet leuk vindt. Hetero geen. Klinkt als geen hetero in ieder geval. Ik denk gewoon iemand die vrouw valt. Sowieso iets heel anders. Ongelijksoortig samengesteld. Ongelijksoortig samengesteld? Ja, zo. Dat is het. Hetero geen. Maar dat klopt dan dus wel, ongelijksoortig samengesteld. Dat klopt. Een hoezenpoes. Een hoezenpoes? Een hoezenpoes. Een hoezenpoes. Dat hoor je wel. Wat is een huiskat? Nee. Het is wel... Is het iets smerigs? Moeten we ook denken in een smerige hoek? Ja, een beetje. Maar het is ook weer niet als in seksueel smeren. The satisfier. Dat is seksueel, dankjewel. Dat zei ik dus precies. Dankjewel, mooi, dankjewel. Dankjewel. Ik doe ook maar suggestie. Was dat een int? Eetje. Je verpest het weer voor ons allemaal, dankjewel. Ja? Ja. Je bent niet gesatisfied. Nee. Een hoezepoes. Ja, vertel. Ik film ook. Ja, hoezepoes. Een aantrekkelijk meisje op de hoes van een play. Van een LP. LP. Wat? Wat een foute term als je erover nadenkt. Een hoezepoes. Ja, dus op de hoes van een LP. Een LP is gewoon zo'n plaat. Je weet toch wat een LP is? Een vinylplaat, een LP. Dat ken je toch wel? Nee, dit is heel anders uitge... Ja, nu ben ik het weg. Nu ben je heel buitengesloten. Nu ben ik het weg. Zulke rare woorden zoals deze. Nu leuk. De kaasschaafmethode. Het gebruik maken van een kaasschaaf om daarmee kaas... Je moet iets moeilijker denken. Ja, ik denk als ik dat doe, dan kan ik 2 dagen niet naar het toilet. Methode om beleidsonderdeel te financieren door besparing in andere onderdelen. Ja. Ja, dat dus. Ja. Gebruik je wel dagelijks. Heel veel eens nagedacht over de kaasschaafmethode. Nee. Nou ja, wat we daar dan mee bedoelen is een bepaalde methode om beleidsonderdeel te financieren door besparing in andere onderdelen. Oh, ja. Nou gaat er een belletje rinkelen. Precies. Kaasschaafmethode? Ja, leuk. Noem maar. Jongens, de kaasschaafmethode. Ja. Halfie? Ja, halfie. Kijk goed. Ben je half van mij? Dat plaat ik altijd. Wat? Dus je wilt niet afspreken, je wil gewoon dat ze je video kijkt? Of was het idee? Ja, dat is gewoon een marketingcampagne. Dat is... Kijk maar even wat je doet. Maar dat is ja? Ja. Ze luistert niet eens meer. Zo, de afvraag zit weer helemaal in de boek.
Ja. Ja, wat willen jullie nog weten? Ik zit helemaal in de boeken. Oh, hier heb ik een leuke. Necrofilie. Dat seks hebben met dode lichamen. Ja, seksuele aantrekkingskracht op stervende en doden. Ja. Ik ken iemand... Welke dingen kijk jij in je vrije tijd dan? Nee, het zijn mij net verteld. Ik heb er heel erg verhaal over. Nee, dat is wat? Is dat niet al opgevallen? Die heeft dat gedaan, bedoel je dan? Hoe kan je dat nou hebben? Wacht even, wat heeft zij? Zij weet iets, wacht. Ja, oh, wat okay. Er was dus mijn ex die had. Over mijn lijk, meen je dit? Die kraakt zo hard gewoon. Nou, kom maar dan. Ik ga dood. Die dooie die was populair, niet zo populair op Insta, had 1 like. Maar wat was je verhaal nou? Het ziet dezelfde uit als diegene die kiest. Ik lijk erop. Kom maar door. Maar wat? Ik wil haar verhaal. Ik wil jouw verhaal weten, nee, Maxime. Mijn ex had een nichtje en die was op vakantie gegaan. Die had er nu iemand ontmoet. En zij was toen met een vriendinnetje dus ook daarheen gegaan. Dus dat was in Italië volgens mij of Spanje of zo. Was het niet Cuba? Wat? Dit is zo'n specifiek hoe je dit begint. Ik ken ook via iemand wat je nu gaat vertellen volgens mij. Denk jij dat hetzelfde verhaal is? Dat denk ik. Nou, ik weet het niet hoor. Nou, dat is wel heel heftig. Kan je hem vertellen? Het is wel heel heftig. Ik ga hem wel... Het is zo'n heftig verhaal, het kan niet dat er 2 zijn. Het is echt heel erg. Ja, misschien wel. Oké, ga door, ga door, ga door. Oké, wacht. De wereld is klein, het kan. Okay, ik laat jou eerst vertellen, ik hou mijn bek, ja? Ja, ja. Dus... Veel stug. Hij heeft even aandacht nodig. Doe maar. Nee hoor, ga door. Wil je wat nootjes? Ja, had die hand zo lang hier. Oh! Ja, maar Roy die is een keer fout gaan, die wil niet meer aan de noten. Nee, dat snap ik. Oh. Nou, ik heb nog Oh! Roy, je liet hem ook gewoon staan, die ben ik zo lui donder af en toe. Je laat hem nota bene vallen ook. Nota bene! Snap je? Ja, nota bene ook. Nota bene, weet je wel! Nou, ik vond hem heel goed. Ik ga er nu mee nemen, noodzaak. Wil je het nog beter? Want anders skip ik dit vrouw gewoon de hele vrouw. Nee, vertel. Gooi hem eens in de lucht voor de muziek, hoge noot. Dat vind ik alleen op kantoor, noodzakelijk. Die kweker die gaat maar via 1 kant eruit, de nooduitgang. 10 jaar later mocht je verhaal eigenlijk. Nee, weet je, ik... Ja, vertel even het verhaal over... waarschijnlijk een bepaalde bacterie. Ja, Ik denk oprecht dat we hetzelfde verhaal hebben. Ik denk het, ja. Maar in ieder geval, dat meisje was dus met het andere meisje op vakantie gegaan. En toen was ze op een gegeven moment thuis. Dus altijd een jongen had ze een soort van gedate daar op vakantie. En daar heeft ze ook seks mee gehad. En op een gegeven moment was ze dus thuis. En ze kreeg dus echt heel erg veel last van de geslachtsdeel. En toen ging ze op een gegeven moment naar de dokter toe. En de dokter ging naar kijken. En die zei van ja, we moeten even het onderzoeken doen, want we kunnen het eigenlijk niet echt zien of zo. Dus ze hadden onderzoek gedaan. En vaak heb je dan gewoon een SOA of zo, weet je wel, als je daar gewoon last hebt. Maar ze was geen SOA. Het was dus dat ze gewoon een soort van bacteriën vonden die dus van lijken vandaan komen. Dus wat bleek dus, die jongen waarmee zij dus seks heeft gehad in het buitenland, had seks met lijken. En hij werkte in het mortuarium toch? En hij was op het nieuws omdat hij was opgepakt uiteindelijk. Nee, deze jongen was een jonge gast. Ja, ja. Die had lijk in zijn huis zitten. Oké, nee, dan is het wel een ander verhaal. Ja, dat is wel een ander verhaal, denk ik. Maar het lijkt wel op elkaar. Het lijkt heel erg op elkaar. Ja. Wat zij in mijn verhaal had op de mond. Oh ja. Nee, die ging naar Cuba en die had het verhaal wat op de mond heel erg vooral. Nee, dat was een soort bacterie. Ik weet welk verhaal jij bedoelt. Dat is op tv gekomen. Ja, maar die... Nee, die bedoel ik niet. Dit is echt een meisje. En die jongens is mee weggekomen. Omdat die ouders waren dus zo ontiegelijk rijk. Dat ze dus de politie hebben uit kunnen betalen om het niet uit te laten komen. Dus zeg maar, daardoor was het soort van, konden ze niks meer. Omdat ze eigenlijk, ja, zij hadden het eigenlijk soort van gedekt. Kom je erachter dat je seks hebt gehad met iemand die ook gewoon... Seks had met lijken en in dat huis, het waarschijnlijk ergens misschien wel gewoon... Hoe de fuck komt hij aan lijken? Gewoon moorden of zo? Ja, of opgraven. Of weet ik veel, je weet niet. Mensen kunnen als je heel rijk bent, kun je er vast op een hele gekke manier wel aan komen. Bizar. Ik weet het niet. Gaat het goed? Dit is wel echt heel... Ja, het is heel vies. En dan kom je erachter, dus als je dan thuis ineens gewoon zoiets hebt, dan word je echt gek. Hoe is je dank trouwens? Lekker. Goed, hè? Ja, nou, dit is smakelijk, hè? Dankjewel. Heb je het gezet? Toevallig.
Van dit? Ja. Ja, wodka met focus. Wil je nou ook focus? Zullen wij ook een paar woorden aan jullie doen, of niet? Ja, jullie vragen, ja? Is goed. Wat is nymphomanie? Nymphomanie? Hé, hey, fuck een grote spekmug, kijk dan. Holy shit! Heb ik hem nu? Ik kijk. Kan hij steken of niet? Ah! Nee, wat? Ja, ga het even lekker in het spel doen. Oh, nee, dat heb ik niet. Dat heb ik een moord gepleegd op camera, dat kan ik niet maken. Pak gewoon die wand. Hoeveel? Bewaar je hem niet in je huis in ieder geval, dat is niet goed, hè? Eén op hoeveel? Dat je nee. Dan... Dat doen ze alleen in Italië, toch? Hoezo? Op hoeveel dat je hem... Oh, kom op. Die snap je toch wel? Waar we het net over hadden. Oh, lijk. Oh, zo als ik hem doodgemaakt. Waar leven mensen allemaal in groepen met van die diertjes? Zo, insecten. Ik vind het zulke vieze beesten. Even zo. Even daarheen. Dit is Ed. Ed de Ed de katet. Oh, hij is... Zag je dat? Dat kan je helemaal niet zien. Wat gebeurde er? Hij vloog weg en precies in een rondje. Nou, dat kan je niet navertellen. Nee, dat kan je niet. Nymphomanie. Dat je ergens bang voor bent. Ja, ik ben er niet bang voor, laat ik het zo zeggen. Is het iets heel raars of niet? Het is manziekheid. Als vrouwen lijden aan overdreven seksuele lust. Oh. Dat is het. Ja, dat ik is... heb wel het idee dat het de hele dag hinten geeft hoor, maar dat is wel mijn leren. Nee, dat is niet. Oh. 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 Ja, als je een verkeerd antwoord geeft, dan... Nee! Wat is die? Wat is kissenbissen? Iemand heel veel zoenen of zo? Ja, dat denk ik ook. Heel veel kusjes geven. Heel veel schuren. Nee. Ruzie maken. Kibbelen. Prutsen. Kissen. Wat is dat stom? Maken, kibbelen, prutsen. Kissenbissen. En zijn vader, wat zitten jullie te kissenbissen? Als je zitten jullie te kissenbissen? En je kan het ook gebruiken als gekissenbis. Oh. Wat een kissenbis hier aan tafel. Even kijken. Wat is een kanaal? Een kanaal. Mambijt. Is dat een kanaal? Ja, dat staat een kanaal. Gewoon net hoe je het zegt. We gaan even een spel spelen waarbij je nummers moet raden. Ja. Maxime is nu. Dat is wel lachen. Lekker hoor, goed meegenomen maat. Leuk spel. Hele vlotte palanga, ja. Oké, ik ga heel even snel de gezelligheid verlaten. Zeg maar even gezellig met z'n drieën. Want ik moet even naar mijn ouders toe. Mijn ouders die hebben gevraagd of ik een paar dagjes op Bobo kan passen. Dat is natuurlijk helemaal goed, hartstikke gezellig. Maar jongens, weet je wat goud is? Okke die heeft dus een darttoernooi vandaag. En als jullie de vlogs de afgelopen dagen gekeken hebben, dan weet je dat. Het hele serieus knijten voor mensen aan meeding. Iets van 20, 25 dartborden bij ons in het dorpshuis. Hij appt me net, er staat halve finale. Hij speelt gewoon halve finale ook hoor. Misschien zometeen wel dartkampioen. Bobby. Hey. Morgen. Die Okke die staat gewoon in de halve finale van het darttoernooi, hebt hij me net. Ja, van iedereen uit het dorp zit hij in de halve finale. Gaaf. Jou kom ik halen, Bo. Is dat een buurttalent, hè? Hè? Huh? Wat is dat dan voor darttoernooi ook alweer? Dat is het darttoernooi in het dorp. Hebben ze georganiseerd hier gewoon. En ook had zich voor ingeschreven, maar er waren zelfs mensen op de reservelijst. Zoveel mensen deden er mee. Maar app me net, ik sta in de halve finale. Zeg, ik heb alles gewonnen behalve één wedstrijd. Hij heeft ze eigenlijk helemaal lijf getraind natuurlijk. Ja. Wat goed. Maar waar is het? In het dorpshuis hier. Oh, een dorpshuis? Hè? Echt waar? Wat leuk. En Okke die ja, staat gewoon halve finale. Dat is, joh. We hebben toch helemaal gemist dat dat hier is? Ja, dat is gewoon hier. Wat leuk. Dus ik ben benieuwd of het zo kampioen wordt. Ja, dat zou dat gunnen hebben. Want hij heeft zoveel getraind. Bo. Dat is toch helemaal goud, hè? Doet hij ook even, weet je? Ja, dat is dat toernooi waar hij al die tijd voor aan het trainen is. Ja, en waar hij zo naar uitkeek. Dus het is geweldig voor die gozer dat hij natuurlijk gewoon nu alles raak gooit. Ja, super. Ja. Nou, ik heb gehoord dat hij wil professioneel darten worden. Dus ja, als hij het zo doet, dan het begin is er, weet je. Als hij wint vandaag helemaal. Maar ja, half finale voor terwijl je net begint met darten. Dat is toch lijp? Heel leuk. Uit een heel dorp met alle leeftijden die meedoen, hè? Dus... Nou, ik zou zeggen... Nou, Chanté op Okke. Dart door. Okke voor president. Dat dart hij goed. Ja, dat dart hij goed. We noemen hem voortaan niet Okke, maar Dokke. Dokke. Darting Okke.
Een dartelduifje. Moet je wat drinken? Of moet je gelijk weg? Nee, ik kan wel veel drinken. Kijk, Bobo die weet het helemaal. Kijk dan. Ja? Je weet het gewoon. Lekker, lekker. Bobo, ga mama en papa even gedag zeggen. Nee, ik wil gewoon mee. Ze willen al mee. Ga maar met Dom mee. Ja, vind je, gaan we op avontuur? Ja. Gaan we even kijken. Ga je nieuwe vrienden maken met Sofie, Maxime, Roy, ken je al? Nou, geef ze maar een dikke lik, hè? Die twee meiden. Pardon? Ja, ik bedoel jou, hè. Bobo! Dan moet ze wel heel snel zijn, dan moet ze Dol voorwezen. Dat lukt niemand. Dag Bobootje. Dag Boba. Ga je lekker logeren, hè? Lekker logeren. Ik ben helemaal hyped. Nou, ga je mee? Ga maar lekker mee. Let op, was die oren. Bobo. Ga je mee? Ga je mee? Ze vindt het helemaal leuk. Ja, kijk dan. Ga je mee? Ga je ook? Kom. Ook is er natuurlijk niet. Even kijken of ze makkelijk meegaat. Zo, zo en hoe. Het mooie is dat deze hele auto staat in de stand Corsa. Ja, dat klopt. Zo, goed, ze ook. Zo, kijk uit voor je koppie. Kijk uit. De riem heb ze al om, dus ze komt helemaal goed. Geniet ervan, hè. Ik hou van jullie. Kom goed. Ga maar zwaaien naar Pama. Ga eens even zo'n handje opgooien, Bob. Ga je mee naar de gezelligheid, hè? Heel voorzichtig rijdt, een heel klein stukje. Groetjes. Ja, een beetje ja. Eens kijken, Bobo. Kom eens, ga zitten. Zitten. Blijf. En rennen. Rennen. Nou, dit is Bobootje. Ze wil het pakken. Hier, Bo, wil je riem? Bo, wil je riem vasthouden? Ze zoekt iets om vast te houden. Ach, kan ze niet vinden. Bobo, deze moet je hebben. Anders kan je ei niet kwijt. Hier. Goed zo. Waar ga je heen? Wat is er dan? Wat is er? Dat zijn mijn sleutels. Ja. Dit is die kinderen met auto's. Ze wordt helemaal gek. Ga maar even wennen, Bo. Moet je nou weer blijven wennen? Ga dan. Ze is helemaal gek, joh. Oké, raar verhaal uiteindelijk met het darttoernooi. Ook het duurde te lang of zo. Hij is naar huis gegaan. In ieder geval, het ging heel goed, maar het duurde te lang. En ja, ik weet ook niet precies hoe het is gegaan. Maar dus niet gewonnen. Hij is naar huis gegaan. Hey, laat het daar gewoon houden. Ik ga het nog even met hem over hebben. Maar in ieder geval een heel groot mooi begin. Als ook inderdaad echt iets wil gaan doen met darten. Zit er dus wel een beetje in. En misschien niet een beetje, maar misschien heel veel meer. Dus het is wel leuk om te ontdekken. We gaan het allemaal zien. Dit was de vlog. Uiteindelijk heb ik nog heel lang gezellig zitten kletsen. En ik had geen outro opgenomen. Dus dat was ik vergeten. Het was wel gezellig. Hè. Zo, we hebben zoveel gelachen weer met z'n allen. Het was helemaal goud. Ik hoop dat jullie meegelachen hebben, meegenoten hebben. Ik ga zeggen wat ik altijd zeg. En dat is tot de volgende video. Later toppers. Nou, mijn kleptomanie. Een ziekelijke neiging tot stelen. En mijn kleptomanie wist ik wel. Ja.